Oh, ik ga er wel in. Topper! Nou, twee. Ja, jij wel, hè? Oh, dat is awkward. Ja, dames en heren, het is... Hey, waar komen jullie vandaan uit Utrecht? Utrecht. Waar? Vleuten. Oh, meen je? Oh, leuk. Ik kom zelf uit Utrecht stad. Oké. Ah, leuk Utrecht, daar hou ik van. Stadje. Hey, moeten we niet... Wie maakt die tattoos? Waar is Dylan? Dylan is daar, hij maakt tattoos. Ah, dat zie je toch al, hoor. Ah, joh. Ja, echt wel. Met deze armpje oprollen. FC Utrecht. Utrecht, mijn stadje. 030, beter dan 020. Wat is dat dan? Huh? Utrecht. Nou, je hebt toch wat kleding uitgedaan. Wat is dat? Wil je zien? Ja. Zo, kijk eens. Lekker hoor. Van die strip hier, toch? Mooie stuk hoor. Ja. Jordi, wat is dat op zijn arm? Dat is de FC Utrecht. Die andere. Domtoren. Ja, Domtoren. Ja, natuurlijk van Utrecht. Van wie anders? Ik ken ik even na. Hé, hey, te verliezen. Ja, ik heb een flamingo tattoo, maar ja, voor de rest... Ik kom uit Utrecht. Ja, ja. Is dat zelf? Ja, lunetten, maar ja, ik zie het wel een beetje als gewoon echt Utrecht. Juist, dus ja. Ik ben een overvechter. Oh, mee, oh leuk. Oh, zeker. Ja, nou, we hebben... Wanneer mensen van Utrecht zijn, dan vind ik dat altijd helemaal geweldig. Ja, dan voor een tongtorentje of schoudertje, clubtekentje, dus... Het hoort niet anders. Juist. Ik heb hem alleen nog niet, maar... Nee, dat voor. Laten we daar maar niet over hebben. Een Dylan vraag, hè? Ja, maar het is zwart-wit, hij doet geen kleur. Ja, ik weet dat FC Utrecht dat hij rood heeft. Ja, rood-wit. Ja. Klopt. Oef. Zo. Zo. Nou. Ja? Oh! Ja. Ja, hij zat. Lekker Jordi! Goed gedaan Jordi! Goed gedaan. Ja! Nee. Hier voel ik me toch niet helemaal goed bij. Wat? Mannetje, pak hem maar in, maar niet blijven. Yes. Ik heb hem, hè? Kom maar. Kijk de poorten, jongen! Uit! Voor ons! Doe maar rustig aan, jongens. Pak de laatste minuut, net als de Duitsers. Gary! Gary! Probeer hem eens borst te gooien, Ger. Niet meer de hele tijd eroverheen. Nee, probeer even borst. Ze gaan er allemaal over. Jordi! Ga maar uit, voor ons, voor ons. Inhouden. Borsten. Keep. Dat was er net stop, hè. Oeh. Het staat 2-1. Hey. Die zwart. Mooi bal.
Helemaal buiten adem, man. Wat moet ik doen? Oh, hier, jij hebt hem. Oh, sorry. Nee! Goed zo. Oh, oh. Oh! Nee! Ja. Ja! Nee, nee, nooit keeper wisselen. Nee, 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 Milena. Nee, Milena, schat van Vlies, kom. Ga jij maar bij mij erin. Milena. Ik wil keeper. Nee. Ja, je was afgeleid. Ja, ik ga winnen. 3-2 is het nu. Oh. Nee? 2-3. 3-3. Het staat 3-3. Hij heeft een doelpunt gemaakt. Toch? Ja. Wat een finale, jongens! Dit is zo spannend! Oh! Het staat 4-3! 3-4, pardon! 3-4! 3-4! Jij mag het overnemen, meid. Dit gaat weer de verkeerde kant op. Ja, ja, zie! Ja! 4-4! Het staat 4-4! 5-3 voor ons! Kom op, jongens! 4-4 of 4-4. 4-4, ze hebben het doelpunt gemaakt. 5-4. 4-4. Oh nee, 5-2. Wacht even. Nee, 4-4. Het is 4-4. Nee, volgens mij. Ja, maakte net de laatste goal. Ja, klopt. Ja? Ja, Jesse zou nooit zeggen, het staat gelijk als hij ervoor staat. Nooit. Zo, hij strapt hard, jongen. Deze team is niet normaal, jongen. Ik ben bang van hem. Ja, we gaan wel voetballen, jongens. We moeten ze ook laten winnen. Huh? We moeten ze ook laten winnen. Maar je ziet zo voor het bier. Kom op, Pretty Belinda. Lekker. Kom op, Lexi! Ga naar voren, naar voren, naar voren, Lexi! Pak die bal! Trap hem, lekker! Pretty Belinda, Pretty Belinda! Voor Soest. Kom op, chef. Kom op, Anja! Was 10. Hoeveel minuten nog? Hij is goed, man. Ja. Lex, eruit! Bam! Ja! Ik vind het ook een jasje dat ze dit eigenlijk hebben. Nee, wil niet, niet. Hij wil niet verliezen. 5-4! 1 minuut nog! Oh, hij schat. Kom op, Lexi! Kom op, Jens! Kom op, Patrick! Goed bewegen, Patrick. Niet zo blijven staan. Tony, kom op, Tony! Meer, je had het eigenlijk moeten vloggen. Ja, iemand heeft me... Kijk, aanname! Kom op, Patrick! Gefeliciteerd. Goed gedaan. Goed gedaan.
ben helemaal kapot, jongen. Wat? Lekker naar de voetbal. Ik doe mijn best. Ja. Ja, heel goed. Die blauwe is wel goed gedaan, hè? Lekker. Au! Ga je nou nog na de wedstrijd nog steeds met je noppen op mijn voeten staan? Jullie hebben me al zoveel pijn gedaan vandaag. Heeft hij gemeen gespeeld? Wat? Heeft hij gemeen gespeeld? Ja, nu na de wedstrijd. Oh, dankjewel. Is geen prijsuitreiking? Leuk. Ja, Dylan, ze staat aan ons voeten. Utopia City! Utopia City! Utopia City! Moeten we verzamelen? Maar dit was leuk. Ik ben de tijd niet zo moe geweest, hè? Ik ben de tijd niet zo moe geweest. Goh, zijn we ook wat gewend hier, hè? Ik kon het heel moeilijk laten gebeuren. Voor mijn gevoel dat we in één keer weer gelijk stonden, terwijl het niet zo was. Dat gaat tegen mijn hele sporters met. Ja, nee, ik zag het. Eerst was ik heel duidelijk, nee, we staan voor. Toen dacht ik, ah, nou, prima, we staan ook nog gewoon gelijk. Maar wel met pijn, hoor. Ja, Milena kwam nog in het veld. Ja. Nee, toch van de tik. Wat? Je bent toch van de tik. Ja, maar dat is haar utopia-mentaliteit. Ja. Het is gewoon überhaupt nooit wat doen. Nee. Hallo allemaal. Oh, je hebt je niet eens gebruikt. Allereerst... Hallo. In de eerste plaats dank ik jullie voor de uitnodiging dat we hier mochten komen voetballen. Want het was ontzettend leuk. Tenminste, dat vond ik. Ik hoop dat Dankjewel. Ten tweede wil ik een compliment geven aan alle voetballers. Want ik heb zowel de gele als de rode kaart niet hoeven te gebruiken. Ik heb hele mooie doelpunten gezien ook. Zoals altijd kan er maar één de eerste zijn en ook één de laatste. En laatste is geworden... Utopia Rood. Utopia Rood, hoor ik niet. Nee! Echt niks. Nee. Okay. Nee. Helaas geen topprijs voor jullie, maar compliment voor jullie sportieve spel. Okay. Nou wordt het spannend, want we gaan naar de nummer 3. Ja. Dat is de derde. Oh, Desto. Ja. Dat zijn de gasten van Desto. Yes! Ja, als je van de voren komt, dan krijg je niks. Die jongens, ik heb alleen maar zo'n arm omheen. Ik zit naast jou. Ik had een mailtje gestuurd, toen zaten. Helemaal onder het zweet, deze jongen. Hij heeft nog nooit zo hard gesport hier. Week bij. Hé, maar ik maak het wel een paar mooie doelpunten. Zo. Gewoon uit. Ja. Ja. Hé hey Jens, ik had er moeite mee voorstaan en zeggen, nou prima, we staan gelijk. De gaat batterij is leeg. Mentaliteit in. Dat kan ik echt niet, joh. Jammer. Ik moet gewoon altijd... Ah, we zetten hem gewoon wel in. We are the... Het was wel mooi om te zien. Oké. Zijn we klaar? Ja, maar oké. Okay. Alsjeblieft. Een zin in de finale, blauw tegen blauw. Ja. Utopia blauw. We moeten gaan staan daar. Kom, 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 we staan hier. Kom! Ja. Wacht even, wacht even, wacht even. Kom maar, Shelly. Want jij hoort bij ons, dus jij krijgt er ook één. Alsjeblieft. Ja, dankjewel. Dankjewel. Zilver, jongen. Echt heel lief van je. Dankjewel, dankjewel. Het is ook leuk achterop ook. Ja, dankjewel. Topper! Ga jij nu naar de koeks? We are the champions. Oh nee, die. Zet hem gewoon in. En die krijgen we zo. Oké, en stilte, want... Oh, gaan we goud uitdelen, kom. Ja, we gaan. Ja, ik ben heel benieuwd wat er nou gaat gebeuren. De winnaar bekend maken. Oh, ik mag... Ja, ja, gaan. Ja, we are the champions. Ja, doe het. Dan zetten we die van binnen. Hij doet het niet. Oh, okay, okay. Olé, olé, olé! Hey! Jullie, fantastisch! Alsjeblieft! Heb je dat? Wie hoort bij jullie? Jij, hè? Hoe heb je hun? Ja. Wie hoort er nog meer bij? Ook een, hè?
Ja, oh, dan krijgt u er ook een. Hoor. Ja, het zit echt allemaal in de knoop. Dankjewel. Alsjeblieft. Oké. Dankjewel. Alsjeblieft. Kijk, ja. Kijk, waar is het voor iedereen daar? Zijn jullie team? Alsjeblieft.